En het eerste wat me opviel toen ik de zaal inkwam, de gymzaal, waren de stoeltjes. Het waren geen schoolstoeltjes, maar het waren van die plastic stoelen waar je op gaat zitten als je bij iemand naar een barbecue gaat of zo. Ik heb dus net een Nederlands examen gemaakt op het niveau VMBO, dat rijmt. De toets ging echt heel lekker. Ik heb niet echt iets te klagen, behalve dan dat de schrijfopdrachten echt pokkenlang waren. En ik was een hele bijbel aan het schrijven. Toen kwam ik er later achter: hey, je mag maximaal 220 woorden. Dus ik was like, yo, wat hè? Dus ik moest mijn bijbel toen uiteindelijk inkorten. Maar voor de rest ging het gewoon echt lekker. Ik heb vandaag mijn allereerste examen gehad van Nederlands op het niveau MAVO. En het eerste wat me opviel toen ik de zaal inkwam, de gymzaal, waren de stoeltjes. Het waren geen schoolstoeltjes, maar het waren van die plastic stoelen waar je op gaat zitten als je bij iemand naar een barbecue gaat of zo. En het zijn zeg maar van die stoeltjes waar het lijkt alsof je achteruit weer eraf gaat van die stoel. Dus wens hem succes de komende dagen op die stoeltjes. Ik heb mijn allereerste examen achter de rug, namelijk natuurkunde op HAVO-niveau. En het ging echt goed, echt veel beter dan ik had verwacht, want natuurkunde is niet mijn sterkste vak. De vragen waren prima te doen en het was vooral een beetje tabellen invullen en één vraag over kracht die ik echt niet begreep. Maar goed, dat maakt niet uit, want de andere 27 vragen gingen best wel prima, dus ik ben benieuwd. Hoi, ik heb net wiskunde BA-examen gedaan op VWO-niveau en hij ging best wel verrassend goed eigenlijk. Hij ging maar een stuk beter dan ik had verwacht. Ik ben voor het algemeen niet zo goed in wiskunde, dus ik verwachtte er gezegd niet zoveel van. Maar eigenlijk best wel goed en daar ben ik heel erg blij mee. Ik vond alleen die ene opgave over die bogen in dat park was heel vaag uitgelegd. Dat was maar niet duidelijk. Daarna ben ik erachter gekomen, dus dat is goed gekomen. Ik ben Saar en ik kom net mijn wiskunde C-examen uitlopen op VWO-niveau. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Een beetje de samenvatting is wel grauwe ganzen die op windmolens zitten op een verkeerd getekende perspectieftekening. Oké, okay guys, ik ben bij de Thijs. Ik heb dus vandaag wiskunde gedaan op het VWO en het ging eigenlijk verrassend goed. Ja, ik kan het zeggen. En ik was juist bang voor wiskunde, omdat ik dacht dat het slecht zou gaan. Maar nee, het heeft me verrast. En ja, het viel eigenlijk wel mee. De sfeer was gewoon rustig in de zaal. Dus ja, op naar morgen. Hoi, we hebben net wiskunde aangemaakt op het VWO-niveau. En het was best wel makkelijk. Ja, ging best wel prima. Ik heb ergere wiskundetoetsen gehad. Ja, en pijnlijke examens waren veel moeilijker dan deze. Ja, het viel echt reuze mee. En de eerste is nu geweest, dus ja, super blij. Dus nog 70 graden.